jeugdparlementariërs hebben ruim 3 jaar niet ontvangen. Intussen is de betaling ook stopgezet, omdat hun zittingsperiode is afgelopen. Minister Reshma Kuldeep Singh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken zegt dat zij zich sterk maakt dat de jeugdvertegenwoordigers hun geld van de afgelopen jaren alsnog uitbetaald krijgen. Maar ze hebben van de vorige periode niet eens betaling gehad, dus die heb ik nu aangevraagd. En zodra het wordt goedgekeurd, zullen zij aanmerking komen voor hun geld. Hoeveel geld gaat het in totaal? Nou, ik ken het niet uit het hoofd, maar u moet berekenen zoveel parlementariërs maar het bedrag dat zij verdienen per maand. Vanaf wanneer hebben ze geen geld ontvangen? Volgens mij al 3 jaar, vanaf ze aanzitten. Of volgens mij hebben ze een jaar ontvangen en daarna niet meer. De bewindsvrouw zegt dat de evaluatie van het jeugdparlement nog gaande is. Er worden nu consultatiegesprekken gevoerd en over 2 maanden moet het verslag beschikbaar zijn. Wie worden de consultatiegesprekken gevoerd? Met alle stakeholders, de vorige parlementariërs, voorzitters, de jeugdparlementariërs, iedereen die een bijdrage heeft geleverd of nog levert. Minister Reshma Kuldeep Singh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken.